Radio 1. Jos. Vanmiddag was ik even naar de radio aan het luisteren en op Radio 1 loopt een geweldig idee. Het is een literaire wedstrijd. Dat is al iets heel eigenaardigs, want meestal geven ze gewoon prijzen aan auteurs die een boek geschreven hebben. Nee, het is een essaywedstrijd. Eender wie kan meedoen. Daar is één belangrijke voorwaarde. Het verhaal mag maar 55 woorden tellen. Dus het is vrij kort. Dat zijn eigenlijk 5 zinnetjes van 11 woorden. En daar is een jury en er komt een grote prijs. En ik heb hier 2 mensen bij die er alles over weten. Natuurlijk de presentatrice van het programma. En dat is Ruud Joos en ook de vrouw die in de jury zit, schrijfster Saskia de Koster. Ja, want ik hoorde vanmiddag al meer dan 1800 inzendingen. Ja. En jullie lezen dat dus elke dag ook allemaal, hè? Ja, dag en nacht, hè? En jij krijgt die dan doorgemaild? Vanuit Radio 1. Mm-hmm. Binnen de nacht nog eens 300 van die... Ja, dat is fijn om te zien, hè, omdat het eigenlijk wel een... ik dacht eerst een verhalenwedstrijd. Oké, dat is redelijk oudbollig. Ja. Er gaan een paar mensen aan meedoen, maar loopt als een trein. Maar ja, Radio 1 heeft geen oudbollige luisteraars. Gelukkig. En die zijn meteen in een creatieve mood gesprongen. Blijkbaar, hè. Ja. Maar zijn ze ook goed? Wat zijn zo de thema's die terugkomen? Liefde, hoop, dood, kwelling? Huisdieren. Huisdieren, oh, ja. Moord, doodslag ook, hè? Veel moorden worden er gepleegd. Ja, en er is heel niet, veel... heel veel liefdesverdriet, Marcel. Ah, ja. Ja, en dus... ook omdat Herman Brusselmans een van de juryleden is, komen er zo wat van die imitaties van Brusselmans. Daar komen er ook wat poezen in het pas. Met poezen en... poezen. Iets met achterwaarts. En... Ja, tuurlijk. De jury ben jij dus, Saskia, Herman Brusselman en Joos van de Kastelen. Dat lijken mij 3 fijne karakters om samen in die kamer te steken. Goed gekozen, hè? Heel goed gekozen. Wanneer moeten jullie gaan beslissen wie het haalt? Goh, ja, dat is volgende donderdag is de deliberatie. En ik denk dat wij het hartsgrondig oneens gaan zijn, omdat we zo verschillen. Maar dat is natuurlijk leuk, hè, om te gaan zien wat geeft het dan. Ik vond het bijvoorbeeld zelf een ongelooflijk moeilijke opdracht. Ja. 55 woorden. Ik had net een boek geschreven dat 2000 keer zo dik was. Wij en ik. En ik voelde me echt alsof ik kan dat niet doen. Ik moet precies een olifant in een luciferdoosje gaan stoppen. Of zo. Het is zo beperkt. Maar wel gelukt. Ja, min of meer. Maar je ziet ook dat... ik begon er dan over na te denken van uiteindelijk mensen schrijven nu enorm veel. Iedereen zit te twitteren en te facebooken en zo. Dus, en je ziet ook, mensen willen... Alle kanten, maar wordt er ook iets gezegd, vragen we dan zo. Maar dat is het fascinerende. Blijkbaar zijn er heel veel mensen stiekem in het diepst van hun gedachten een schrijver. Uh-huh. En, of een schrijfster. En ligt er dus van alles klaar, ook in de lade. En dit is, lijkt mij dus, een moment waarop mensen zeggen... Ik probeer het even. Dat is wel geweldig in een tijd van beeldcultuur. Niks aan beeldcultuur. Ja. Mogen we jouw verhaal even horen, Saskia? Ja. 55 woorden. Dat zijn eigenlijk, het is een soort van alineaatje uit een boek. Hè? Meer is heel weinig. Ja, het zijn 3 tweets ongeveer. Hè. Het is quasi 3 niks. Tweets. Maar natuurlijk, je kan ook verhalen schrijven in een aantal woorden. Of, er is een Amerikaanse schrijver die dan een verhaal heeft. Hij wilde de 4 muren van het huis weer overeind hebben voor zijn vrouw thuis kwam. Punt. Of nog één. 6 woorden. Hemingway. Te koop, babyschoentjes, nooit gebruikt. Ja. Ik ga nog korter, hè. Koster, liefdesgedicht. U nu. Ja. Oké, jij bent... Dat is explicit. Dat was ook een wedstrijd. Ik kan nog korter. Ja. U. Eigenlijk had dat ook gekund. Ja. Saskia, jouw tekst van 55 woorden. Het gaat... Ja, er komt een huisdier in voor, dat is waar. De kat hangt in de gordijnen. De gordijnen zijn al jaren niet meer opengegaan. Al jaren heeft het meisje niet meer in haar slaapkamer geslapen. Jaren geleden zag het meisje goudvissen uit het plafond kruipen. Die hebben haar opgeslokt. Sindsdien ligt het meisje onder de grond. De kat probeert nog altijd de vissen te vangen. Poeh, prachtig. Ja, je ziet, zelfs met zo weinig middelen creëer je dus een hele wereld, hè? Je stapt in een soort van droom in. Ze allemaal zo... Inspireren is het goed? Of is er ook veel prul bij? 1800 inzendingen, dat kan toch niet allemaal goed zijn? Nee, er is veel prul bij. Vooral omdat je hier merkt inderdaad een hele wereld en heel veel suggestie. En je kan er zelf mee aan de slag, zoals met een boek. Er zijn heel veel mensen die echt naar een pointe toeschrijven. En dan komt die pointe en dan denk je... Oh ja,
En dat is het dan. Om pointe te hebben, natuurlijk. Er zijn ook redelijk wat bekende mensen. Ja. Jan Houtenkiet, Stijn Meuris. Van Looy, Stijn Meuris, Jean-Paul van Bendegem was zijn grappige zelf. We hebben aan heel veel bekendere koppen gevraagd om het ook eens te proberen. Mm-hmm. En die hebben dan gefilmd. Het was de bedoeling om de boel in gang te schieten. Maar dat was dus eigenlijk niet nodig. Maar ze zijn wel leuk. En we hebben ook acteertalent ontdekt daardoor. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij Jan Bikhuis. Absoluut. Daar is een filmpje van. Dus dit is het hele verhaal. 55 woorden. Hij praat eigenlijk met zichzelf door de telefoon. Met het verhaal van Jan Bikhuis in 55 woorden. Redactie met Jan Bikhuis. Het paleis, le palais. Bonjour, goedemorgen. De koning overweegt om u in de adelstand te verheffen. Goh. U overvalt mij. En wat word ik dan? Markies? Zijne majesteit dacht aan baron? Mag het iets meer zijn? Sinds ik het gezin van Pamel gezien heb, houd ik niet zo van baronnen. Nou, dan niet. Een goede dag verder. Toch bedankt. Toch bedankt. Ja. Ook een goede titel hè, voor een boek. Toch bedankt. Wat is dat? Ja, toch. En zo geef ik ook meteen een paar geheime prijzen. Want iedereen op de VRT weet dat Jan Bikhuis de vrolijkste Klaas van de hele nieuwsredactie is. Maar bij deze is dat ook... We hebben de test ook gedaan hier in Ronse. Niet met genomineerde of gerenommeerde schrijvers. Maar met twee kinderen van de Santa Maria School. Okay. Frauke en Lisa. Jij bent Frauke, hè? Ja. Hoe oud ben je, Frauke? Hier. Ja, nee, maar hoe oud ben je? 11 jaar, dat is goed. En je hebt een verhaal geschreven van 55 woorden. Wil je het even voorlezen? Ja. Wat een naar gevoel. Daar sta ik dan, op het podium. Het is muisstil. De twijfel is groot. Durf ik wel? Het doek is nog dicht. Niemand om me heen. Mensen in de zaal. Er staat een spot op mij gericht. Het doek gaat open. Ik begin te dansen. Het voelt geweldig. Ik buig en krijg een daverend applaus. Ja, ik dacht van, in de laatste zin krijg je dan zo'n flauwe plaat. Ja. Shit, dat optreden was gisteren. En hier sta ik voor een lege zaal. Lisa, ben jij, hè? Ben jij ook 11? Ja. En je hebt ook een verhaal. Ja. Laat maar horen. Tomatensoep met balletjes. Mama zat weer met haar hoofd in de wolken. Mama, riep ik, maar ze hoorde me niet. Dus gaf ik haar een schop op haar been. Omdat niets hielp, haalde ik een ladder en kneep in haar neus. Ze viel uit de wolken, recht in de tomatensoep. Oef, dacht ik, eindelijk uit de wolken. Als we dus... Komt er nu één winnaar of verschillende? Zijn er dus categorieën? Wij hopen op ruzie binnen de jury. Dat is gegarandeerd, denk ik. Donderdag live op de radio, dus je zal het allemaal kunnen volgen. Oh, de deliberatie is live op de radio? Uh-huh. Met een vliegende reporter en we hopen dat er gewonden vallen. Uh-huh. En de luisteraars zullen ook uit 10... We vertrekken om 11 uur op Radio 1 met 10 genomineerden. Ah, oké. En op het einde van die 2 uur is er 1 winnaar. En wanneer is dat precies? Dat is donderdag. Volgende week donderdag. Volgende week donderdag. Ja. Goed. En wat wint hij dan? Krijgt hij dan een uitgeverscontract of een auteurscontract? Of, De eerste vijf worden gepubliceerd in de Standaard. Dus dat is sowieso al eeuwig roem. Los daarvan heeft Herman Brusselmans beloofd, als hij talent ziet... Hij zegt, ik ruik dat. Als ik het zie, dan geef ik het door aan de uitgeverij, want talent is zeldzaam. Goed. Laten we nog even hebben over jouw roman. Wij en ik, die is al een tijdje uit, maar die blijft fenomenaal goed draaien. Heb je ooit zo'n goede recensies gekregen? Want Nee, hè, vooral is het een eerste keer. Dus ja, allee, nu krijg ik goede recensies, plus mensen lezen het ook. Dat is heel fijn, natuurlijk. Ja, waarover gaat... Ruud, jij bent geen schrijver, maar wel een fervent lezer. Dit ga ik deze zomer lezen tijdens mijn vakantie. Goed idee. En waarover gaat het? Wel, ik denk dat Saskia voor het eerst iets ontdekt heeft. Ze heeft een generatieroman, een familieroman geschreven. Mm-hmm. Heel verhalend. Het is echt iets om in te verdwijnen. En je moet zeker... oren toe. Je moet, we gaan niets verklappen, maar je moet tot het laatste volhouden, want het laatste hoofdstuk is... Natuurlijk is het laatste volhouden. Duimen en vingers bij af te leggen. Ja, maar dat laatste hoofdstuk maakt alles belangrijker. Ja. En je hebt ook nog een leuk project hier omheen. Je laat mensen...
één bladzijde uit je boek lezen op video of zo? 397 dagen lang, omdat het 397 bladzijden heeft, lees ik elke dag één bladzijde voor, maar telkens op een andere plaats. Jij leest dat zelf iemand, voor? Of ik laat bijvoorbeeld Marcel van Tilt voorlezen. Ah, mag ik het voorlezen ook? Oh, goed, graag. Dat wil ik graag doen. Dus dat is eigenlijk een manier om een soort dagboek te hebben, ook om afscheid te nemen van het boek zelf. En dat post ik dan altijd op mijn website of op YouTube. Goed, en dan kan ze het ook nog voorlezen onder de douche, want daar hebben we beelden van. Mieke proest het uit. Een hobbyruimte, ga je hobby's uitvinden. Wanneer hij vertelt over de oude werktuigen van de ouderlijke boerderij en hoe hij die wil oppoetsen, wordt Mieke ontvankelijker voor zijn verlangen. Je bedoelt een hok, een rommelhok. Stefan krijgt haar zegen voor zijn hobbyruimte achteraan in de schaal. Ja, voor de verstaanbaarheid is het niet zo goed. Dat zou ik maar niet meer doen. Maar ik wil dat graag doen. Het boek is echt... Als je de kritiek leest, je kan er niet omheen kijken. Je bent ook aan het werken met Arno. Klopt, ja. Ah, ga je teksten maken voor zijn muziek? Ik heb één nummer geschreven en hij heeft daar muziek op gemaakt. Maar we hebben dat ook heel professioneel aangepakt. Dus we zijn ook wel samen uit geweest en zo om elkaar af te tasten. Te leren kennen. Ja, zo heb ik Arno ook leren kennen. Dat duurde 3 dagen, dat eerste interview. Dat was redelijk lang en de recuperatieperiode was heftig. Maar het leuke is dat hij er echt rock en roll van maakt. Dus ik schrijf wel de muziek, maar het wordt niet zo'n zweverig, poëtisch nummer. Mm-hmm. Dus hij geeft er echt zijn touch aan. Het wordt... Jij maakt de muziek en hij de... Nee. Jij maakt de woorden, hè? Ja, goed. De woorden. Dat komt dan in het najaar uit of zo? Dat is een project songboek van Radio 1. Radio 1. Voilà. Radio 1. Jij mag bijna op vakantie, want dat is een, ik zit hier maar 3 weken. Dit is niks, ik ben een sissy. Maar jij doet dat 10 maanden lang, elke dag 2 uur radio, mensen interviewen. Ongelooflijk. Ben je nu op zo? Ja. Allee, half juni? Ja. Nee, maar het is heel gevarieerd. Ik hoorde hier vanochtend Rudy Franks over Syrië... en dan komt er een schrijver binnen en dan is het weer een leuk onderwerp. Dat is mentaal toch heel zwaar, denk ik. Ja. Je zit er heel lang door. Daarom blijven ze op. Nog 2 weken. Nog 2 weken. En dan komen we terug in september? Wij komen terug in september, ja. Goed. Veel dingen om naar uit te kijken. Saskia de Koster, nog veel succes met je boek. Dankjewel. Veel succes met de ruzie met Joost van der Kasteel en Herman Boesel... met de verkiezing van de 55 Fiction. Ruud, geniet van je vakantie. Ruud, Joost, Saskia de Koster. Thank you.